Na 8 jaar heeft Suriname weer een burgerregering. Een klinkende overwinning van de oude politieke partijen op legerleider Bouterse. Het nieuwe staatshoofd is Ramsewak Shankar. Henk Arron wordt vicepresident. Door het prille herstel van de democratie wordt in Nederland weer gepraat over het hervatten van de ontwikkelingshulp aan Suriname. Ruim 1,5 miljard gulden had het land nog te goed. Het bleef in kas vanwege militair geweld en moorden door het leger. Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken gaat in Paramaribo zijn licht opsteken. Een paar maanden later gevolgd door minister Bukman van Ontwikkelingssamenwerking. Die verlangt eerst een goed plan van het geteisterde Suriname met de nadruk op het herstel van de economie. Maar Suriname wil het geld naar eigen inzicht besteden. Iedereen hoopt dat de burgerregering de weg vrij zal maken voor de terugkeer van de 10.000 vluchtelingen in Frans-Guyana. Zij geloven niet dat het weer veilig is in Suriname. 5.000 Surinamers die Nederland als toevluchtsoord hebben gekozen, willen ook niet terug. Een van hen, die Nederland wordt uitgezet, komt later om het leven in een politiecel, 3 dagen na zijn aankomst in Suriname. Voor zijn landgenoten in Nederland het bewijs dat in Suriname nog steeds gevaar bestaat. Met man en macht proberen ze uitzettingen te verhinderen, vaak tevergeefs. Hij had van wissen gesproken, ook dat is geen verbrechen, dat möchte ik hier met duidelijkheid zeggen. Inmiddels gevleugelde woorden van de Oostenrijkse president Waldheim. Zijn reactie op het rapport van de internationale commissie die op Waldheims eigen verzoek zijn oorlogsverleden onderzoekt. Volgens het rapport is Waldheim zelf niet direct betrokken geweest bij de oorlogsmisdaden in de Balkan. Maar als oberleutnant in Hitlers Weermacht wist hij wel overal van. Van de jodendeportatie uit Griekenland en van de moordpartijen in Joegoslavische dorpen door Duitse soldaten. Waldheim heeft dit niet alleen verzwegen, hij heeft het ook ontkend. De commissie vertrekt, verbolgen over Waldheims verdraaiing van het rapport. En Waldheim zelf gaat over tot de orde van de dag. Naar het jaarlijkse operabal waar hij zich, samen met het gegoede wenen, de vergetelheid indanst. Met de nek aangekeken door de rest van de wereld. Paus Johannes Paulus is de eerste en tot nu toe de enige die deze quarantaine doorbreekt met zijn bezoek aan Oostenrijk. Botten breken. Officieel beleid in de praktijk en door de camera vastgelegd. Beelden uit door Israël bezette gebieden die de wereld schokken en een storm van protest losmaken. Met eigen ogen de mishandeling zien van de Palestijnse stenengooiers maakt meer indruk dan het feit dat op dat moment al meer dan 70 Palestijnen gedood zijn sinds het begin van de Intifada, de opstand die dan al een paar maanden aan de gang is. De Gazastrook en de westelijke Jordaanoever zijn door Israël bezet na de Zesdaagse Oorlog van 1967. 20 jaar later komen de ongeveer 1 miljoen Palestijnen die er wonen in opstand. Stenengooiende jongeren worden het symbool van deze opstand die de Israëli's met alle macht proberen te onderdrukken. Duizenden jongeren zijn opgepakt en honderden zijn er gedood. Er zijn grindkanonnen ingezet. Winkels moeten sluiten of juist open zijn, zoals de Israëlische autoriteiten bepalen. Maar de Intifada wordt niet gebroken. Zeker niet als er steeds meer internationale steun komt voor de Palestijnen. Er wordt een onafhankelijke Palestijnse staat uitgeroepen in Algiers. En uiteindelijk erkent Yasser Arafat het bestaansrecht van Israël en zweert terrorisme af. Voor de westerse wereld het signaal om de Palestijnen te accepteren en ermee te praten. Weer komt er één ten val van de Amerikaanse televisiedominees, de beeldbuiskruisvaarders, tegen alles wat vies en voos is. Maar het vlees van Swaggart zelf blijkt te zwak. Mevrouw Swaggart vergeeft Jimmy zijn hoerenloperij. En stromen tranen stijgen ook ten hemel. I have sinned against you, my Lord. Maar de kerk van de Heer op aarde is niet te vermurwen. Eerst mag Swaggart niet meer op de buis,
en later wordt hij ook uit zijn ambt gezet. Malata, het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp op de westoever van de Jordaan. Hier slaat de Palestijnse opstand het eerst naar over, als die in december vorig jaar in de Gazastrook is uitgebroken. In Nablus zelf, de grootste Palestijnse stad op de westoever, zijn het afgelopen jaar de ergste botsingen geweest tussen Palestijnse jongeren en Israëlische soldaten. Allah is sterker, staat er op de moskee. Sterker dan de Israëli's, wordt bedoeld, getekend, Fatah. Intifada noemen de Palestijnen hun opstand. Dat betekent zoveel als van zich afschudden, op eigen benen staan. Na 20 jaar Israëlische bezetting hebben de Palestijnen hun lot in eigen handen genomen. De strijd wordt met simpele middelen gevoerd, zoals nu met een staking. Lege straten, dichte winkels. Op andere dagen zijn er brandbommen, stenen, wegbarricades of massale demonstraties. En altijd is er het antwoord van de Israëlische soldaten. Met kogels, knuppels, traangas, arrestaties of gewoon pesterijen. Deze Palestijnse jongens zijn al 3 uur leuzen aan het verwijderen in opdracht van Israëlische soldaten. Ze zijn zomaar aangehouden op straat, hun papieren afgenomen. Okay, what does it say? You see the result? It is the same. Before a cleaning and after a cleaning. What happened? Soldiers, I don't know. A very young soldiers. Yes. You know? Which carry a red cap. And they told you to clean this? Yes. They come after 1 hour, yes, and see it is not clear. They catch our identification division, yes, from his pocket and go again. They clean. There is no words clear here. Because they need to make a problem. These soldiers need to make a problem. Het meest schokkende optreden van de Israëlische soldaten dit jaar is het bottenbreken geweest. Daarmee is Nablus in het wereldnieuws gekomen. De plaats ziet er weer vredig uit, alsof er nooit iets is gebeurd. En Osama is er goed van afgekomen. Maar hij herinnert het zich als de dag van gisteren. Er waren veel mutaharaten in de kariw. We waren ik en Wael met de ganemen in de jabal. Met de ganemen in de jabal. Er waren in de gebieden van de Asr mutaharaten in de eerste beland. En de schabaren waren ongeveer op de gebieden van de jabal. We waren mrouwen met de Asr van de jabal. والتقينا مع الجيش طبعا مسكونا اول ما مسكوا اللي هو قال نزلوا فيه ضرب تكسير واستخدام العصي وكل شيء كما شاهدتوا في الفيلم بعدين على بعد بجوز 200 300 كيلو 300 متر مسكونا انا نزلوا فيه ضرب بالعصي والحجار بالصخر وبجريهم كل شيء ايش الاصابات او الجروح اللي اصابتكم من الحادث يعني طبعا هذا التكسير اللي حصل انه يعني كانت سياسه اسرائيليه بهذيك الفتره متبعه بالضفه الغربيه وفلسطين كلها انه سياسه الجنود الاسرائيليين اي واحد بمسكوه في مظاهره تكسير الايدي تكسير العظام الاوجه شيء تشويه يعني ممنوع اي واحد يطلع من مظاهره فلسطيني الا مشوه هذا شيء انا شاهدته لما كنت موجود في الخيمه كانت هذه السياسه متبعه وعلى اثرها احنا كنا يعني بهذيك الفتره نحمد الله طبعا انه كان في كاميرا بتصور بهذيك المرحله وهذيك الفتره انه تصورنا وهذا شيء ما تقول اعطى نبذه بسيطه عن ما يعمل الجنود الاسرائيليين في الاراضي المحتله، نبذه بسيطه جدا عن ما يفعل الجنود الاسرائيليين في الاراضي المحتله، وهذا شيء اعطى دفع القضيه الفلسطينيه زي ما تقول على مستوى سياسي واعطى ما تقول نبذه قصير جدا للعالم عن ممارسات اسرائيل في الاراضي المحتله، واللي حصل احنا يعني نحمد الله انه فيش فينا شيء شايف كيف؟ بغتر اقول كلمه يعني انه مثلا كانت حجاره فلسطين رحيمه على ابنائها من خلال هاي النقطه بس امتى عرفتوا بالضبط انه القضيه تبعتكم والحادث تبعكم اخذ شهره هيك بهالشكل؟ The next day after the film shows for other words, they are the soldiers in the camp tell us that you will go home. You not believe them because we not have any hope to go home. But we don't know what happened. That the film is shown or something like this. After we go home, we know that the film is shown. And when I return to my home in this day, I see my father and my family begin to cry because they are see the film just 4 or 5 minutes before I come. De Palestijnen betalen een hoge prijs voor de intifada. Meer dan 400 doden tot nu toe. Duizenden raakten gewond en nog eens duizenden zitten gevangen. De economie, die toch al niet veel voorstelde, is helemaal kapot. Universiteiten en scholen zijn dicht. Toch wordt er niet geklaagd. De Palestijnen hebben het ervoor over. Want hun zaak staat nu hoog op de internationale agenda. I am happy
because it's given the word that we have a people Palestinian, they are want their lands. De bekroning op de Intifada, het uitroepen van de onafhankelijke Palestijnse staat in Algerije. It's help us to stay here and it's encourage us to talk about our lands and about our rights. Deze Palestijntjes zijn nog te jong om mee te doen aan het verzet. Maar misschien hoeft er straks niet meer met stenen gegooid te worden. Komt er een eind aan de bezetting? En komt er een generatie die met de Israëli's kan leven in vrede? Drukke graafwerkzaamheden zijn nodig in Alphen aan de Rijn, in wat wel de gifzaak van het jaar wordt genoemd. Op de golfbaan Zegersloot zouden duizenden vaten zwaar chemisch afval zijn gestort. Onderzoek wijst uit dat er inderdaad giftige stoffen als benzeen en toluene zijn gestort. Maar met een reeks maatregelen denkt de provincie dat de gevolgen voor het milieu beperkt zullen blijven. Vrees voor de volksgezondheid is er volgens de provincie niet. Het onderzoek van justitie naar de vermoedelijke dader is bijna afgerond. Die ervan houdt om op een voetstuk te staan. En ik zal er persoonlijk voor zorgen dat het ook niet gebeurt. De perestroika van partijleider Gorbachev wordt door Armeniërs in het zuiden van de Sovjet-Unie aangegrepen om hun woede te uiten. Met honderdduizenden gaan ze de straat op om te protesteren tegen de onderdrukking van Armeniërs in de aangrenzende republiek Azerbeidzjan. Daar in de streek Nagorno-Karabach komen meer dan 30 mensen om bij onlusten tussen Armeniërs en Azerbeidzjani. De bevolking van Nagorno-Karabach is voornamelijk Armeens en dus christelijk. Maar in de rest van de Republiek Azerbeidzjan zijn de moslims in de meerderheid. Armenië vindt dat Nagorno-Karabach aan haar teruggegeven moet worden. De kwestie escaleert als het Armeense parlement dit officieel besluit. Het parlement van Azerbeidzjan is tegen. De regionale raad van Nagorno-Karabach wil zich afscheiden. Maar in Moskou vindt het presidium van de opperste Sovjet dat dat niet door kan gaan. Later in het jaar worden Sovjet-troepen ingezet om de orde te handhaven. In Nagorno-Karabach wordt de noodtoestand afgekondigd. Pogroms in Azerbeidzjan tegen Armeniërs leiden tot een eindeloze vluchtelingenstroom tussen de twee republieken. Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt met name lucht en water. Het milieu. Ondanks de geruststellende woorden van koningin Beatrix zijn de problemen toch weer dichterbij gekomen. En de oplossing letterlijk en figuurlijk ver weg. Dat geldt vooral bij het chemisch afval. Veel westerse landen dumpen hun industriële gif over de grens. Met name in landen in de derde wereld, zoals Nigeria. In 1988 doken daarvan plotseling talrijke voorbeelden op. In het verleden dumpten we het afval vaak gewoon in de sloot of op de illegale stortplaatsen. Met de nu bestaande milieuwetten is het voor de industrie veel moeilijker geworden om op die manier door te gaan. Bedrijven zochten andere oplossingen. Zo startte deze firma in Rotterdam om louter milieutechnische redenen met de bouw van een geheel nieuwe fabriek. Steeds vaker ook verwerken grote concerns als Axo en Shell hun chemisch afval zelf. Moeilijk verwerkbaar afval wordt ook op grote schaal verbrand bij de AVR, de afvalverwerking Rijnmond.
Maar er wordt dus ook veel geëxporteerd en verhandeld via zogeheten gifmakelaars. Het bedrijf Vevam is Nederlands grootste exporteur en voert jaarlijks 75.000 ton chemisch afval uit. De zeer moeilijk verwerkbare stoffen zijn afkomstig van industrieën, bedrijven en ziekenhuizen en worden gedumpt in een grote kleiput hier in het Oost-Duitse Schönberg. Vevam-woordvoerder Benink. Nou, ik vind het een noodzakelijk kwaad. Het is zo, wij hebben hier in Nederland nou eenmaal niet de grondgesteldheid dat wij die afval hier in Nederland kunnen deponeren. En ik heb liever dat het op één plaats dan in de DDR ligt, waar het op een verantwoorde wijze ligt, als op honderden plaatsen hier in Nederland. Volgens het ministerie van Milieu exporteert ons land jaarlijks 177.000 ton. Maar dat zijn alleen de officiële cijfers. Nog steeds wordt er veelvuldig gerommeld met chemisch afval. Dat bijvoorbeeld wordt aangelengd met huisvuil en gerommeld met formulieren die worden vervalst. Zo kwam begin dit jaar een bedrijf in Pijnakker met 17 vrachtwagens vol gif te zitten, omdat de Franse douane na controle de toegang weigerde. Minister Nijpels wil nu nog maar een paar afvalmakelaars op de markt toelaten. Er zijn wel bedrijven die in die sector opereren en waarvan je mag veronderstellen dat die het met de regels niet nauw nemen. Vandaar ook dat ik vind dat het aantal bedrijven dat bezig is met chemisch afval, dat behoorlijk moet worden beperkt. Zodat we op het aantal bedrijven dat op een bona fide manier, op een goede, op een eerlijke manier doet, dat je daar ook als overheid een goed toezicht op kunt uitoefenen. Vooral bij de export naar ontwikkelingslanden worden grote winsten gemaakt. Om moeilijk verwerkbaar en giftig afval op te ruimen, krijgen gifmakelaars tussen de 80 en 1500 gulden per ton. Ontwikkelingslanden nemen het gif aan voor slechts 5 tot 150 gulden per ton. En op die manier is het gif voor de handelaren goud waard. Greenpeace in Londen heeft een rapport opgesteld over de lucratieve handel in chemisch afval. Is er sprake van een internationale gifmafia? Ik denk niet dat hier sprake is van een echte maffia, gifmafia. Ik denk wel dat we hier te maken hebben met goed georganiseerde misdaad. Als je kijkt naar hoe lang die transportwegen zijn, hoeveel tussenhandelaren er zitten, hoeveel lege brievenbusmaatschappijen in Liechtenstein, Zwitserland, Gibraltar ertussen zitten. Om wat voor bedragen het gaat echt om contracten van miljoenen dollars, dan zit daar inderdaad een zeer groot en goed georganiseerde misdaad achter. Men heeft nog nooit echt harde bewijzen op tafel kunnen leggen van bedrijven die vanuit Nederland naar de derde wereld exporteren. Als ik zo'n bedrijf te pakken zou krijgen, dan gaan ze wat mij betreft aan de hoogste boom. Deze landen zijn allemaal betrokken bij wat wel wordt genoemd de import van de dood. Als exporteur naar de derde wereld is Italië koploper. Zo werd eind vorig jaar in Nigeria, in het havenplaatsje Koko, 3200 ton zeer giftig afval gedumpt. Het gaat om 5 scheepsladingen met zeer giftige PCB's, maar ook om radioactief afval. Tientallen mensen zijn aangehouden. Italië nam het afval terug, maar de 3 transportschepen konden met het gif geen kant op. Overal werd de toegang geweigerd. Een ander schip met Italiaans afval, de Zanobia, voer de hele wereld rond. En door vergiftiging viel zelfs een dodelijk slachtoffer. Pas toen de bemanning ernstig ziek raakte, mocht de lading worden gelost. Om wat voor stoffen gaat het meestal? Ja, het gaat over het algemeen over zeer moeilijk verwerkbaar chemische afvalstoffen. Stoffen die veelal kankerverwekkend zijn. Het zijn stoffen afkomstig van verfproductie, doodspuiters, pesticiden, medicijnenindustrie. Echt het meest rottige spul wat je maar voor kunt stellen. In Nederland ligt de export van chemisch afval sinds 15 oktober wettelijk aan banden. Minister Nijpels wil binnen 3 jaar in zijn geheel van de export af. Eigenlijk hoop ik dat we eind 1991 voor het grootste deel af zijn van de export van chemisch afval die we nu nog kennen. De AVR draait op maximale capaciteit en werkt aan uitbreiding. En op de Maasvlakte is een stortplaats in aanbouw voor 230.000 ton onverwerkbaar chemisch afval. Een zwaar beveiligde betonnen bak van 40 miljoen gulden. Maar voorlopig blijft chemisch afval voor de handige makelaar een zeer winstgevende zaak. De ontvoerder en moordenaar van Gerrit-Jan Heijn wordt opgespoord en berecht. Begin april is hij 's morgens om 6 uur aangehouden in zijn woning in Landsmeer. Een dag later wordt het lichaam van Heijn in de bossen bij Doorwerth opgegraven. De politie komt Verdier op het spoor nadat oplettend bankpersoneel biljetten van het losgeld ontdekt.
Dat geld blijkt uitgegeven in een supermarkt in Amsterdam-Noord. E. heeft er boodschappen mee betaald. Speurwerk van de politie leidt vervolgens naar de dader. In aanwezigheid van de weduwe Hein en andere familieleden moet Ferdi E. zich voor de rechter verantwoorden. Hij vertelt uit wraak te hebben gehandeld. Met het losgeld wil hij zich wreken op 4 oud-collega's van een banenproject in Nijmegen. Volgens een psychiatrisch rapport is E. minder toerekeningsvatbaar als hij september 1987 Gerrit-Jan Hein bij diens villa in Bloemendaal ontvoert. Van de gedetailleerde voorbereidingen tot de moord in de bossen bij Doorwerth en de afpersing via brieven en advertenties. Ferdi E. vergeleek het tijdens de rechtszaak met een militaire actie. Hij wordt beschuldigd van ontvoering, moord en afpersing. De rechter acht dat bewezen. Ferdi E. krijgt ook in hoger beroep dezelfde zware straf, mede vanwege het gruwelijke karakter van zijn misdaad. De rechtbank veroordeelt u, wegens de bewezen verklaarde feiten, tot een gevangenisstraf voor de tijd van 20 jaren. Daarnaast krijgt E. TBR om verder psychiatrisch behandeld te worden. Historische handtekeningen in Genève. Uiteindelijk een akkoord over de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Afghanistan na 8 jaar oorlog en 6 jaar onderhandelen. Groot afwezig in Genève is het Afghaans verzet. Rebellen gaan dan ook gewoon door met aanslagen op burgerdoelen en Russische militairen. Toch beginnen de Sovjets onmiddellijk met het terugtrekken van de troepen. Een liedje over de thuiskomst staat meteen aan de top van de Russische hitlijst. De Afghaanse oorlog heeft een grotere wissel getrokken op de Sovjetbevolking dan Moskou ooit heeft willen toegeven. Voor het eerst wordt bekendgemaakt dat zo'n 15.000 Russen zijn omgekomen in Afghanistan. Meer dan 35.000 raakten gewond. Een wereldberoemd dirigent neemt afscheid van het Nederlandse publiek. Bernard Haitink vertrekt naar het buitenland. Hij wordt in Engeland muzikaal directeur van het Royal Opera House Covent Garden. Dat is ook een afscheid van het 100 jaar oude concertgebouw dat een grondige verbouwing en uitbreiding heeft ondergaan. Maar Haitink zal er niet meer dirigeren. Het laatste werk dat hij leidt is de 8e symfonie van Mahler. En daarna de emoties van het vertrek. Dozen vol met ordners, opgeslagen in de kelder van het politiebureau Bloemendaal. Herinnering aan de ontvoering en moord op Gerrit-Jan Hein. De neerslag van maandenlang speurwerk door tientallen politiemensen in de langste ontvoeringszaak in ons land. Maar het is ook leerstof voor de politie. Want als justitie één ding heeft geleerd van de zaak Hein, dan is het wel dat het politieapparaat niet is ingesteld op ontvoeringen. Maar dat wordt veranderd. Er is een speciale werkgroep ontvoeringen opgericht. En die is maar op één ding uit. Dat de deskundigheid die er in te beperkte mate nu in Nederland is, en dat die wordt uitgebreid, wordt uitgebouwd, en dat je ook zorgt dat die deskundigheid op peil blijft. Door ook dus structureel maatregelen te treffen dat de deskundigen in de gelegenheid worden gesteld om zich in binnen- en buitenland te oriënteren op ontvoeringszaken die zich daar voordoen. Zodat je niet de situatie krijgt dat je te veel moet bogen en werken op ervaringen die te ver in het verleden zijn opgedaan. Dat betekent dat er echt een groepje specialisten komt binnen de politie op het gebied van ontvoering. Ja, ik zie het zo dat binnen het hele circuit van een ontvoeringsonderzoek, dat daar hele specialistische dingen in voorkomen. En daar heb je dus aparte en diepe deskundigheid voor nodig. En dat betekent dat je uit het hele land een paar mensen bij elkaar moet zetten? Die dat in de gaten moeten houden? Ja, uiteindelijk een vorm, hè, en daar zullen we ook over moeten gaan praten. Maar ik stel mijzelf wel voor dat dat extra voorzieningen treft in het beschikbaar stellen van menskracht. Ik denk niet dat het een deeltaak kan zijn van een individuele politieambtenaar. Ik denk dat we het breder moeten zien. En waar leidt dat dan toe, tot grotere deskundigheid van de politie? Grotere deskundigheid en ook breder. Hè, zodat wanneer er zich in het land een ontvoering voordoet,
je verzekerd bent van de hulp van die deskundigheid. Dat wil zeggen dat de politie bij volgende ontvoeringszaken doeltreffender op kan treden? Ik denk dat eigenlijk een gevolg moet zijn dat je zegt wanneer er ergens in het land zich een ontvoeringszaak voordoet, plaatselijke politiechef daarmee wordt geconfronteerd, dat hij maar aan de bel hoeft te trekken en dat hij de gevraagde deskundigheid bij zich krijgt. En zodat je dus vanaf het begin meteen met voldoende deskundigheid klaar staat om de zaak goed aan te pakken. Daarnaast proberen wij dus via die werkgroep ontvoeringen toch aanbevelingen te doen waar ook in de toekomst mee gewerkt kan worden. En we zouden kunnen denken bijvoorbeeld aan het opstellen van een bepaald handboek, bepaalde handleiding. En ten behoeve van politiechefs die geconfronteerd worden met een ontvoering. Zodat ze op een heel gemakkelijke manier kunnen naslaan. Hè, wat moet ik nu in eerste instantie doen om het onderzoek adequaat en goed op te pakken. De politie heeft ook gewerkt met een informatiestop. Als u daarop terugkijkt, heeft dat goed gewerkt? Ik denk dat het de nadelen toch groter zijn dan de voordelen. Want de pers vanuit haar taak als om nieuws te vergaren, die is bezig. En die ontdekt dingen, ontdekt feiten, maar heeft niet de kans om het te verifiëren. Dus de kans dat er onvolledige, onjuiste berichtgeving wordt gepleegd is behoorlijk groot. En daar word je dan achteraf als politie mee geconfronteerd. En je maakt ook toch mee dat de pers, denk ik, wat nadrukkelijker gaat graven dan wanneer je van officiële zijde met informatie komt. Terugkijkend, eigenlijk geen goed instrument. Nee, ik denk dat je in zijn algemeenheid moet stellen dat de informatiestop een uiterst middel zou moeten zijn. En dat je in principe moet proberen om daar dus niet aan te beginnen. Op het moment dat dus door de regisseurs gewerkt werd aan de opgraving van het lijk, dan vraag je enerzijds af. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit op deze manier gebeurd is? En hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand toch helemaal alleen en in feite met voorbedachte raden zoiets gaat doen? En dan dit toch op een plek doet waarvan je zegt, als de verdachte zelf niet de aanwijzing had gegeven, dan zouden we er nooit achter zijn gekomen dat de heer Heijn daar begraven zou hebben gelegen. Eindelijk is het zover. Tijdens de top in Moskou kunnen de handtekeningen gezet worden onder het INF-verdrag, waarna de middellange afstandsraketten vernietigd kunnen worden. De blijdschap is gematigd, want uitzicht op een nieuw ontwapeningsverdrag over de lange afstandsraketten is er niet. Maar president Reagan kan tevreden zijn. In geen 14 jaar heeft een Amerikaanse president voor hem Moskou aangedaan. En hij kan met het INF-verdrag op zak terug naar Washington. Voor het zover is, laat hij Nancy nog het Rode Plein bij nacht zien. De vernietiging van de eerste vier SS-12 raketten laat niet lang op zich wachten. Op de steppen van Centraal-Azië wordt de gebeurtenis gevolgd door een groot aantal buitenlandse waarnemers. Ook de eerste Pershing-raket wordt vernietigd. In 1991 moeten alle middellange afstandsraketten vernietigd zijn. Op de vliegbasis in Woensdrecht wordt de Amerikaanse vlag gestreken. Er komen definitief geen kruisraketten. En dan komt president Gorbachev nog naar de Verenigde Naties met de verrassing van de eenzijdige troepenvermindering. De Sovjetische Unie heeft besloten om zijn krachten te beperken. De komende twee jaar исчисленный состав уменьшится на 500 тысяч человек, существенно сократится и объем обычных вооружений. Het vrijheidsbeeld is daarna de achtergrond voor het afscheid van de vertrekkende president Reagan en de kennismaking met de nieuwe president Bush. Een schietpartij in Gibraltar is het startsein voor een nieuwe golf van geweld in Noord-Ierland en daarbuiten. Een antiterreureenheid van het Britse leger schiet zonder waarschuwing drie IRA-leden dood die ervan verdacht worden een aanslag te beramen in Zuid-Spanje. De begrafenis van de slachtoffers in het Noord-Ierse Belfast loopt uit op een bloedbad. Luide knallen verstoren plotseling de rouw van de familie en IRA-sympathisanten. Het is een IRA-tegenstander die met granaten en een pistool drie begrafenisgangers dood en er 30 verwond.
En ook de begrafenis van een van die slachtoffers loopt uit op geweld. Omstanders vermoeden Britse agenten in een auto in de buurt van de begrafenisstoet. De auto wordt bestormd. Er valt een schot, waarna de woede niet meer te temmen valt. De inzittenden, twee Britse soldaten in burger, worden op een gruwelijke manier gelyncht. Voor het eerst krijgt ook ons land rechtstreeks te maken met IRA-geweld. In Roermond opent een man het vuur op Britse militairen in een auto. Van dichtbij vuurt hij 23 kogels af. Eén militair is op slag dood. Twee raken gewond. Een uur later volgt een explosie van een autobom in Nieuwbergen in Limburg. Twee Britse militairen komen om het leven. Eén raakt gewond. Afscheid van vader Drees. Op 14 mei overlijdt de staatsman op 101-jarige leeftijd in zijn huis aan de Haagse Beeklaan. Na de oorlog is Willem Drees eerst minister van Sociale Zaken. Hij legt de basis voor de latere AOW. Vanaf 1948 is hij 10 jaar lang minister-president. In de jaren van de wederopbouw ontwikkelt hij zich tot een vader voor het vaderland. Hij was eigenlijk het symbool ook van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang als leider van het kabinet, maar ook door zijn persoonlijke opstelling. Sober, hardwerkend, realistisch, boven de partijen staande. In 1958 valt het Rooms-Rode kabinet. Drees dient zijn ontslag in bij koningin Juliana en wordt minister van staat. Begin jaren 70 verlaat hij de Partij van de Arbeid, die hij onder invloed van Nieuw Links te radicaal geworden vindt. Als overziende overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid voor het vertrouwen dat ik van velen onder velerlei omstandigheden heb mogen genieten. Dankbaarheid voor het bestuurswerk dat ik heb mogen verrichten. De socialist François Mitterrand wordt opnieuw president van Frankrijk na een zege in de eindronde. Zijn aanhangers kunnen hun geluk niet op. Mitterrands rivaal, de conservatief Chirac, is gesteund door de extreemrechtse Le Pen, die vreemdelingen haat in zijn vaandel voert. Het helpt Chirac niet over de streep. En ook niet zijn spectaculaire acties vlak voor de eindronde. Chirac is nog wel persoonlijk 3 bevrijde Franse gijzelaars gaan verwelkomen bij hun aankomst in Frankrijk. 3 jaar hebben ze vastgezeten in Libanon. De beëindiging van de gijzelingsactie in de Franse kolonie Nieuw-Caledonië is met vreugde, maar vooral ook met kritiek ontvangen. Die actie was erg bloedig. Franse commando's hadden de grotten bestormd waarin 23 Franse politiemannen gegijzeld waren door het Kanaakse bevrijdingsfront. De socialist Rocard wordt als premier benoemd na het aftreden van Chirac. Maar Rocard heeft te maken met een rechtse meerderheid in het parlement. Al gauw moeten de Fransen opnieuw naar de stembus, nu voor algemene verkiezingen. Die brengen niet de verwachte winst voor de socialisten, al verliest rechts zijn meerderheid. Eind juni presenteren Mitterrand en Rocard een minderheidskabinet dat maar voor de helft uit socialisten bestaat. Van Basten niet buitenspel. Gullit! Van Basten. Goed. Oh, de goal! Van de goal!
de berging van de chemicaliëntanker Anna Broeren. Een hels karwei met veel tegenslag. De tanker is 100 kilometer uit de kust van IJmuiden gezonken na een aanvaring met een Zweeds schip. Twee mensen komen om. Aan boord heeft het schip 550 ton acrylonitriel. Het bergingskarwei wordt vaak uitgesteld. De ene keer vanwege lekkages, dan weer vanwege het slechte weer. Uiteindelijk zagen bergers de tanker onder water in tweeën en wordt hij vervolgens afgevoerd naar de Europoort. Kosten voor de Nederlandse staat 15 miljoen gulden. Studentenprotest in Den Haag. Het vervolg op regionale acties tegen de bezuinigingsplannen van minister Deetman van Onderwijs. Die wil de aanvullende beurs afschaffen. Dat betekent dat studenten naar de bank moeten voor een lening. Het studentenprotest is ook gericht tegen de verhoging van het collegegeld met 150 gulden. Een ander plan uit de koker van Deetman beoogt beperking van de studietijd tot 6 jaar, vastgesteld in de harmonisatiewet. Na 6 jaar geen studiefinanciering meer. De maatregel moet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. De Landelijke Studentenbond vindt dit te ver gaan. Tot hun vreugde winnen de studenten een kort geding tegen de staat, een tegenvaller die Deetman 26 miljoen kost. In november volgen nieuwe bezettingsacties en een grote demonstratie. Maar de harmonisatiewet blijft overeind. Ook een onderhoud van minister Deetman met studenten levert niets op. Begin volgend jaar praten ze opnieuw met elkaar. Hoogtepunt in het binnenvaartconflict, een blokkade van meer dan 200 schepen bij Gorkum. Zij houden duwbakken tegen van het Rotterdamse veevoederbedrijf Granaria. Eerder voeren steeds kleine groepen schepen actie. Soms komt het tot harde confrontaties met de mobiele eenheid. Reden voor de boosheid van de schippers is de uitzonderingspositie die Granaria heeft gekregen van minister Smit van Verkeer en Waterstaat. Het bedrijf mag zijn vrachten regelen met gehuurde duwbakken en voor de gelegenheid ingehuurd personeel. In tegenstelling tot andere bedrijven die alleen zaken mogen doen buiten de schippersbeurs als ze zelf duwbakken bezitten en vast personeel hebben. Uiteindelijk is bedongen dat Granaria tot september een uitzonderingspositie mag houden. Het bedrijf eist in ruil een schadevergoeding van 60 miljoen gulden, maar als de minister daaraan toegeeft, beloven de schippers opnieuw harde acties. Aangeschoten tankers, brandende olieplatforms, konvooien koopvaardijschepen met escorterende marineschepen uit verre landen, Iraanse speedbootjes in de aanval. Ze blijven maar komen, de spectaculaire beelden uit de Perzische Golf. Iran en Irak beschieten elkaars olietransporten en zetten daarmee westerse belangen op het spel. Maar ondanks de 1 miljoen doden in 8 jaar tijd gaat ook de genadeloze oorlog ter land onverminderd door. Eerder dit jaar verbijsterde Irak de wereld met een gifgasaanval op het eigen stadje Halabja dat in Iraanse handen was gevallen. En ook nu gaat het wapengekletter door. In een groot offensief is Irak bezig al het land te heroveren dat het op Iran heeft verloren. En dat brengt Iran tenslotte op de knieën. Onderhandelingen van VN-secretaris-generaal Perez de Cuellar met Iran en Irak hebben resultaat. Uitgelaten reageert de bevolking van Bagdad op de aankondiging dat er op 20 augustus een bestand zal ingaan. De VN-troepen die moeten toezien op de naleving worden in september onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de 6 andere VN-vredesmachten die in de wereld actief zijn. Volop actie aan boord van de Amerikaanse kruiser Vincennes. In de Perzische Golf wordt een snel naderend Iraans vliegtuig waargenomen en neergeschoten. Een dramatische vergissing. Want het gaat hier niet om een gevechts, maar om een passagiersvliegtuig. Alle 290 inzittenden vinden de dood. Oorzaak van de vergissing, het verkeerd aflezen van de apparatuur. Woede en verdriet in Iran. De Verenigde Staten bieden excuses aan. ...167 doden,
dat is het trieste gevolg van de ramp met het booreiland Piper Alpha, de grootste uit de geschiedenis van de offshore in de Noordzee. De oorzaak? Vermoedelijk een gaslek onder de slaapvertrekken. Het duurt 22 dagen voordat de brand is geblust. Op 1 mei mogen we op de snelweg iets harder gaan rijden. 120 km per uur, maar niet overal. Op de drukke wegen blijft het 100, benadrukt met nieuwe bordjes langs de weg. En er komt een veel strengere controle. De politie is over het algemeen heel tevreden over het rijgedrag. Al worden er op sommige weggedeelten massaal bekeuringen uitgedeeld. Vandaar ook dat minister Smit later in het jaar veel grotere borden langs de snelweg laat plaatsen. Een gijzeldrama in West-Duitsland dat 54 uur duurt en 3 levens kost. De zaak begint met een bankoverval in Gladbeck door 2 gewapende mannen. Ze gijzelen 2 bankbedienden en kapen een stadsbus. Mensen worden bedreigd. Een overvaller staat de pers te woord, een tafereel dat zowel verbazing als ergernis oproept. Tegen middernacht gaat de bus rijden. De overvallers schieten op auto's die hen volgen en later doden zij een passagier. Ze stoppen voorbij de grensovergang Oldenzaal en eisen een vluchtwagen. Met 2 vrouwen als gijzelaar rijden ze via een omweg weer naar West-Duitsland. Daar maakt een commandoteam een einde aan het drama. Ook een agent en een van de gegijzelde vrouwen komen om het leven. Resten van het vliegtuig waarmee president Zia-ul-Haq van Pakistan om het leven komt. Er is sprake van sabotage, maar ondanks talloze arrestaties worden er geen daders gevonden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Shultz ontbreekt niet op de begrafenis, waar nog meer dan 100.000 Pakistani om Zia komen rouwen. Zijn dood versnelt de terugkeer naar een democratisch bestel. De nieuwe president, Ghaan, besluit de geplande verkiezingen in november gewoon door te laten gaan. Tegen die tijd is allang de ster gerezen van Benazir Bhutto, dochter van ex-president Ali Bhutto, die geëxecuteerd was op last van Zia. Zij wint de verkiezingen, maar krijgt geen absolute meerderheid in het parlement. Toch wordt ze door president Ghaan benoemd tot premier. Hevige slagregens veroorzaken in Soedan de ergste overstromingen van deze eeuw. Het water in de Nijl stijgt tot ongekende hoogte. Een groot gedeelte van de hoofdstad Khartoum komt blank te staan. De krottenwijken aan de rand van de stad spoelen volledig weg. De regering kondigt de noodtoestand af. Hulporganisaties in de hele wereld komen in actie. Zeker 2 miljoen mensen hebben geen onderdak meer. Het voedseltekort groeit met de dag. Overal breken ziektes uit. Enkele duizenden mensen overleven de ramp niet. Door de slechte verbindingen blijven veel slachtoffers van hulp verstoken. Vooral in het zuiden, waar 5 jaar een burgeroorlog heeft gewoed. Bovendien wordt Soedan geteisterd door een nieuwe sprinkhanenplaag. Een massale sterfte onder zeehonden. Een aanvankelijk mysterieuze ziekte leidt ertoe dat 3/4 van deze dieren in de Noordzee en de Oostzee doodgaat. De epidemie teistert vooral de Waddenzee en de kusten van Duitsland en Denemarken. Er zijn dagen dat de kadavers met tientallen tegelijk aanspoelen. De zeehond wordt met uitsterven bedreigd en koortsachtig probeert de wetenschap de oorzaak te vinden. Het hondenziektevirus is de boosdoener. Op kleine schaal worden in de zeehondencrash in Pieterburen zieke zeehonden behandeld. Met succes. Een paar maanden later kunnen er gezonde zeehonden worden teruggezet in de Waddenzee. De epidemie is inmiddels uitgewoed. De Waddenzee heeft nu nog 250 zeehonden en dat waren er 1000. Daarom heb ik besloten Haar Majesteit de Koningin te vragen mij ontslag te willen verlenen als minister van Defensie. Vrijheid en democratie blijven voor mij de grootste waarden van onze maatschappij. Dank u. Nog voor het grote paspoortdebat in de Tweede Kamer begint, neemt minister Van Ekelen van Defensie ontslag.
Als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken had hij te grote risico's genomen in het paspoortproject. Kort daarop vertrekt ook zijn opvolger Van der Linde. Aanleiding voor het vertrek is het onverwacht harde rapport van de enquêtecommissie onder leiding van VVD-kamerlid Hermans. Minister Van den Broek, die de zaak inmiddels heeft overgenomen, blijft nog maar ternauwernood overeind. Later in het jaar verbreekt hij het contract met producent Kep, omdat er nog te veel mis is met de proefexemplaren. ...52 mensen komen om het leven tijdens een vliegshow in het West-Duitse Ramstein. Het ongeluk gebeurt als twee straaljagers van het Italiaanse stuntteam Frecce Tricolore tijdens een spectaculaire actie elkaar raken. De drie piloten zijn op slag dood. In het publiek vallen 49 doden. Ongeveer 500 mensen raken gewond, van wie 50 ernstig. De 24e editie van de Olympische Spelen. Vlekkeloos georganiseerd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, maar ontsierd door een reeks van dopingincidenten. Dit is aanvankelijk het absolute hoogtepunt. Het wereldrecord op de 100 meter hardlopen. Maar alle bewondering voor superatleet Ben Johnson verdwijnt bij zijn disqualificatie wegens dopinggebruik. Diep verslagen en beschermd tegen de opdringerige pers keert Johnson terug naar Canada. De prestaties van de Nederlandse equipe vallen soms tegen. Er zijn twee gouden medailles voor wielrenster Monique Knol en voor de roeiers Florijn en Rinks. Bokser Regilio Tuur wordt tijdens de Spelen heel populair. Bettine Vriesekoop neemt afscheid na een schitterende carrière aan de tafeltennistafel. Suriname heeft zijn eerste gouden medaille met zwemmer Anthony Nesty. Weer overstromingen in Bangladesh. Binnen een paar dagen zijn 5 miljoen inwoners afgesloten van de buitenwereld. Veel daklozen zoeken hun toevlucht in Dhaka, de hoofdstad die ook in het rampgebied ligt. Door de zware regenval in de Himalaya zijn twee rivieren op hetzelfde moment buiten hun oevers getreden. De Ganges en de Jamuna. Van de oogst blijft nagenoeg niets over. Wegen en bruggen zijn vernield. Door gebrek aan vers drinkwater breken allerlei ziektes uit. Velen sterven aan uitdroging. Hulporganisaties samelen geld in om slachtoffers te voorzien van voedsel en medicijnen. Tegen de tijd dat het water begint te zakken, hebben 25 miljoen mensen geen dak meer boven hun hoofd. Enkele duizenden zijn dood en de ziekenhuizen zijn vol. CDA en VVD, naast elkaar in de banken van de Tweede Kamer. De ruggensteun van het kabinet, nu alweer ruim 6 jaar. Hoewel, er is in 1988 wel wat veranderd. De regeringsfracties gaven het kabinet meer tegenspel. Een lam veranderde soms heel even in een leeuw. De oorzaak wordt nogal eens gezocht bij de VVD. In het bijzonder bij de nieuwe fractievoorzitter sinds 1986. Zijn voorganger, Nijpels, voerde een, wat wel werd genoemd, ongelukkige nederlagenstrategie. Voorhoeven heeft een andere stijl. Hij komt serieuzer over, doordachter. In korte tijd passeerde hij vicepremier De Korte in de strijd om het politieke leiderschap van de VVD. Hij is de echte tegenspeler van regeringsleider Lubbers en niet bang voor de directe confrontatie. Als de coalitiepartner erop uit is, waar ik overigens niet van uitga, en men snel verkiezingen wil, dan zal men tot zijn verbazing vaststellen dat de VVD daar ook snel voor klaar is. In april ontstond ruzie over de WIR, de investeringsregeling van economische zaken, die werd afgeschaft. Het VVD-kamerlid Nijhuis beschuldigde Lubbers ervan het CDA eerder te hebben ingelicht dan de VVD. Lubbers sloeg op een CDA-bijeenkomst in Rotterdam terug. Ik houd buitengewoon veel van dualisme in de politiek. Maar ik vond dit de afgelopen dagen
een zaak van politiek vandalisme. In het daaropvolgende Kamerdebat botste Lubbers hard met Voorhoeven. En ik trek aan de bel als ik het gevoel heb dat grenzen overschreden gaan worden van integriteit. En dat vond ik hier. En de minister-president die moet gaan twijfelen aan het oordeel van zijn coalitiepartner over zijn eigen integriteit, die moet gaan. Meneer de voorzitter, ik neem de vrijheid op te merken dat naar mijn mening de premier strijdt tegen een hersenschim. Meneer de voorzitter, dan denk ik dat nu het incident gesloten is. Een ongewoon tafereel. Het begin van nieuwe verhoudingen binnen de coalitie. Ja, ja, dat zeker. Er is ongetwijfeld iets gaande in de verhouding regering-parlement. Er is meer in het parlement, zijn er meer gevechten geleverd dan in voorgaande jaren. Of dat betekent dat men zijn opvatting over het parlement aan het wijzigen is, dat vind ik de vraag. Ik heb het gevoel dat het vooral te maken heeft met het feit dat het binnen de coalitie een veel onaangenamer klimaat is gekomen. En dat die incidenten daarvan de uitdrukking zijn geworden. Het is denk ik het gevolg van de gewijzigde krachtsverhoudingen binnen de coalitie Lubbers 2 in vergelijking tot het eerste kabinet Lubbers. Het CDA veel sterker, het VVD veel zwakker. Het is ook een bewijs van regeermoeheid en slijtage binnen de coalitie. Daar waar het gaat ook om de onderlinge persoonlijke en politieke verhoudingen. De VVD heeft niet het volledige alleenrecht op het oplevende dualisme. Het CDA stuurde al in 1986 tegen de wil van Lubbers staatssecretaris Broks weg. En in het paasdebat hield CDA-fractievoorzitter De Vries de poot stijf toen het kabinet opnieuw probeerde in te grijpen in de sociale zekerheid en het minimumloon. Wat is volgens De Vries de oorzaak van het toenemend aantal botsingen tussen de Kamer en het kabinet? Nou, ik denk dat er van twee kanten iets aan de hand is. Die bewindslieden die zitten daar in doorsnee nu al een jaar of zes. En die beginnen geleidelijk aan het gevoel te krijgen dat ze natuurlijk allemaal dat departement wat ze beheren, dat ze dat goed in de vingers hebben. Dus die gaan zich steeds meer vereenzelvigen met hun departement, met hun positie in het kabinet. En gaan hoe langer hoe meer, een soort natuurlijke neiging, die Kamer van daaruit zien als zoiets als lastige tegenspelers. Meer spanning in de vaderlandse politiek. In de Kamerdebatten wordt meer strijd geleverd. En de afloop staat niet altijd meer op voorhand vast. En vooral, het gebeurt steeds vaker op het toneel bij uitstek, de Tweede Kamer, voor iedereen zichtbaar. De absolute climax vormde de paspoortaffaire. Oud-VVD-leider Nijpels liet in 1985 Van Ardenne aangeschoten doorgaan. Maar Voorhoeven steunde Van Ekelen niet en deze minister vertrok. En kort daarop gebeurde hetzelfde bij het CDA en Van der Linde. Om daarna minister Van den Broek uit de problemen te halen, besloot premier Lubbers in het debat naar het uiterste redmiddel te grijpen. De dreiging van een kabinetscrisis. Want als de Kamer hem geen eigen opvatting gunt, dan ben ik evenals de minister van Buitenlandse Zaken bereid politieke consequenties te trekken en zo nodig daartoe de ministerraad bijeen te roepen. Twee dagen later beschreef Voorhoeven Lubbers als een gevaarlijke buschauffeur. Wat doet de VVD? Die rent door het gangpad naar voren, grijpt de handrem en trekt hem omhoog. De bus komt nog net in de berm tot stilstand. Ieder blaast uit. De premier zegt, zie je wel dat ik niet aan mijn zetel gehecht ben? Inderdaad. Als er niet was geremd, was hij samen met Van den Broek door de voorruit gevlogen. Volgens PvdA-leider Kok hebben deze incidenten in het beleid weinig opgeleverd. En ook volgens CDA-fractievoorzitter De Vries drukt Voorhoeven op de beslissende momenten niet door. Wel erkent De Vries dat Voorhoeven zich niet gemakkelijk opzij laat zetten. Nee, maar weet toch op tijd wel een zodanig positie te kiezen dat er geen echte ongelukken gebeuren. Met andere woorden, als het er echt op aankomt, dan wijkt Voorhoeven voor het kabinetsbelang. Nou, ik stel vast dat het tot dusver niet echt uit de hand gelopen is en dat verheugt mij. Ach, de heer Voorhoeven heeft een aantal malen de aandacht getrokken door ook in het parlement het debat met de heer Lubbers te zoeken, niet uit de weg te gaan. Maar als we nu eens de balans opmaken en zien wat dat uiteindelijk voor de VVD aan positieversterking heeft opgeleverd, is dat natuurlijk zeer beperkt. Een roerig jaar, 1988. Een jaar met opvallend veel ruzie of met een Kamer die steeds meer zijn tanden laat zien. Is de Kamer, om met oud-Kamervoorzitter Vondeling te spreken, lam of leeuw? De regeringspartijen en meer in het bijzonder de VVD hebben soms geprobeerd op een leeuw te lijken, maar dan wel een gekooide leeuw. Die als de dompteur even met zijn touwen sloeg en met zijn zweepje zwaaide, toch weer in het gareel kwam.
Leeuw als het nodig was. Een vriendelijke leeuw die alleen bijt als het nodig is, maar dan ook wel doorbijt. Uiteindelijk was de kamer een lam dat als een leeuw brulde. Een drukte van je welste op het Rode Plein in Moskou. Met limousines haasten afgevaardigden zich naar een spoedzitting van de communistische partij. Het worden historische dagen in het Kremlin. Eerst lukt het partijleider Gorbatsjov tegenstanders van de vernieuwingen in de top te vervangen door trouwe aanhangers van zijn perestroika en glasnost. Ook president Gromyko stapt uit het politbureau. Als hij de volgende dag als president aftreedt, ligt de weg naar die functie open voor Mikhail Gorbatsjov. Unaniem stemmen de 1500 leden van de opperste Sovjet in met zijn voordracht. De tweede partijvergadering, eind november, geeft het presidentschap meer bevoegdheden. Maar ook het parlement, dat kleiner wordt, krijgt meer macht. Ook zal er bij de komende verkiezingen gekozen kunnen worden uit meer kandidaten. Voor het eerst doet zich in de opperste Sovjet het verschijnsel voor van tegenstemmen. Die komen grotendeels van afgevaardigden uit de Baltische Republiek Estland, die bang zijn voor een te grote centrale macht. Het parlement van Estland heeft zich net het vetorecht over wetgeving uit Moskou aangemeten. Maar daarvoor is de politieke leiding van Estland al op het matje geroepen. Wel krijgen Estland, Letland en Litouwen meer zeggenschap over eigen zaken. 3, 2, 1, 0, en liftoff! Na de ramp met de Challenger, ruim 2 jaar geleden, weer een succesvolle lancering van een Amerikaans ruimteveer, de Discovery. De enige tegenslag tijdens de vlucht is een mankement aan het koelsysteem. De Discovery brengt onder meer een communicatiesatelliet in de ruimte. De 5 bemanningsleden voeren wetenschappelijke experimenten uit. Na 4 dagen komen ze terug op aarde. Ruim 300.000 mensen zijn op de luchtmachtbasis om de landing te zien. Ook opluchting in de Sovjet-Unie, waar na eerdere tegenslag het ruimteveer Buran met succes wordt gelanceerd. Net als de Amerikanen hebben de Russen nu ook een space shuttle, zij het bij deze eerste vlucht nog onbemand. Na 3 uur is hij weer beneden. Nog 8 jaar Pinochet. De meerderheid van de Chilenen heeft er geen zin meer in. 54% zegt nee in een volksstemming over een nieuwe ambtstermijn die de dictator zelf heeft uitgeschreven. De nee-stemmers vieren hun overwinning, maar uitzinnigheid is er niet bij. De toekomst blijft dan ook onzeker. Ook al zegt Pinochet aanvankelijk de uitslag van het referendum te zullen respecteren. Hij is dan ook nog niet weg. Volgens zijn eigen grondwet mag hij nog tot maart 1990 blijven zitten. Maar de oppositie vindt dat ondemocratisch en wil wijziging van die grondwet. De dood van Franz Josef Strauss, voor vriend en vijand een afscheid van een opmerkelijk staatsman. Hij is verguisd en bewonderd, deze conservatieve politicus. Strauss stierf op zijn 73ste als premier van Beieren, de deelstaat waarmee hij vergroeid is. Vlak bij de torens van de Kremlin in Moskou ligt de 19e eeuwse voormalige drukkerij van de Russische Orthodoxe Kerk. Nu zit er het Opleidingsinstituut voor Arrivarissen. De directeur van dit instituut, Yuri Nikolaevich Afanasyev, is een vurig voorstander van de perestroika. Tegen veel weerstand in pleit hij voor openstelling van alle archieven en een eerlijk beeld van het verleden in de Sovjet-Unie. Samen met Sacharov zit hij in de Moskouse Tribune. Een gezelschap intellectuelen dat de perestroika steunt, maar tegelijk kritisch begeleidt. Is die perestroika een blijvertje of een gebeurtenis van voorbijgaande aard? Nou, так чтобы, может быть, понятно было всем, без исключения телезрителям, может быть, даже которые специально не читали какую-то литературу, я бы
позволил себе так прибегнуть к образу. Вот мы 70 лет строили общество, новое общество, можно сказать. Мы строили дом, в котором мы собирались и собираемся жить постоянно. Но в конце этого 70-летия мы увидели и все поняли, все почувствовали, что в этом доме жить неуютно. Иногда даже очень плохо. И поэтому все сейчас единодушны, что в том смысле, что этот дом надо перестроить. Надо его перестроить, причем не подремонтировать, не подлатать, вот, а перестроить в самих его основаниях. Но это тоже без труда можно догадаться. Сделать, осуществить такую работу, это очень трудно. То есть надо перестроить дом, не выселяя из него жильцов. Вот в каком состоянии, в какой ситуации находится сейчас наше общество. Хорошо, это значит общество, не только государственный аппарат. Нет, конечно, это прежде всего общество, и имеется в виду. Государственный аппарат – это часть общества, хотя и существенная, и, как мы убедились за все эти годы и десятилетия, мощная, и в наших условиях получилось нечто вроде такого тотального огосударствления общества. И вот и неуютность-то, она во многом проистекает из-за того, что в нашем обществе оказалось слишком много государственного и слишком мало общественного. И теперь мы хотим вот эти пропорции изменить радикально. Понятно. И как влияет перестройка на вашу работу? Надо говорить искренне, надо говорить только правду, надо говорить всю правду. И все это не без сложностей, не без обострения некоторых противоречий. Пока это так получается. Но мы, и я в том числе уверен, что от этих сложностей и трудностей никуда не уйдешь. Вот. И надо на них идти с открытыми глазами. Да, да. И это значит тоже сейчас это легче опубликовать книги и так далее, цензуры не так строго. Это верно. Вот вы не так строго, это вы хорошо сказали. Действительно, не так строго. Вот мы, наверное, дождемся и такого момента, когда цензура будет заниматься только тем, что ей свойственно, а именно она должна следить, чтобы государственные тайны или секреты какие-то государственные не проникли там в открытую печать. И все. Больше, так сказать, никаких идейных, идеологических, содержательных вмешательств в тексты, в публикации цензура допускать никогда не будет. Мы этой надеждой живем. Сейчас мы по сравнению с тем, что было до перестройки, конечно, продвинулись колоссально в этом смысле. Но сказать, что все тут уже безоблачно, что теперь уже никаких проблем, к сожалению, пока еще нельзя развиваться. Да, да. Это значит, вы думаете, скажем, движение назад, да, к прошлому, к сталинизму, это невозможно опять здесь, в СССР? Вот на этот вопрос я бы так вот однозначно не ответил. В том смысле, что отдельные продвижения назад могут быть, с моей точки зрения, или какие-то откаты временные могут быть. Не может быть, как бы сказать, схождения с этого направления магистрального, и не может быть общего возвратного движения. Это очевидно, конечно. То есть сталинизм ни в коей мере невозможен. Да, то есть, конечно, вот эта вот политика насильственных переселений, репатриации, так сказать, и так далее, она глубоко запомнилась и осталась в сознании очень многих республик. И естественно, ответная реакция на эту политику, она содержит в себе не только вот какие-то мысли, идеи, но и огромный такой эмоциональный запал содержит в себе. И поэтому это все надо понимать. Надо с пониманием смотреть на то, что происходит в том числе и в Прибалтийской республике. И не отвергать, как это некоторые делают. Не набрасываться с критикой на
вот те или иные выступления, предложения, которые, может быть, даже кому-то кажутся крайними. Нет. Надо сначала попытаться их понять. Надо пожить в условиях малого народа, по отношению к которому проводят совершенно несправедливую антинациональную, антикультурную политику, да еще, я бы даже сказал так, оскорбительную по отношению к этому народу. Zeeuwse vissers gebruiken geweld tegen de inspectie van het ministerie van Landbouw en Visserij. Begin oktober bestormen vissers met aanhang controleurs en politie met kettingen, stokken en messen. Maandenlang zijn bedreiging en intimidatie aan de orde van de dag. De vissers willen meer kabeljauw, tong en schol aan land brengen dan ze mogen. Justitie verricht arrestaties en legt hoge boetes op. Wekenlang staan er een paar honderd ME'ers op de kade bij de vismijn of ze wachten in de buurt. Dat kost de overheid miljoenen guldens extra. In Zeebrugge loopt de bemanning van 5 Zeeuwse kotters tegen de lamp. In hun schepen hadden ze een enorme partij grijze en ondermaatse vis verstopt achter dubbele wanden. Tegen het eind van het jaar wordt het rustiger. De meeste schepen varen dan niet meer uit, omdat de toegestane hoeveelheid al is opgevist. George Bush wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toegejuicht door zijn aanhangers viert de Republikeins kandidaat de overwinning. Hij verslaat de democraat Michael Dukakis met een ruime meerderheid. Thank you. We can now speak the most majestic words a democracy has to offer. The people have spoken. And with... De democratische kandidaat Dukakis laat zich in de campagne voor de verkiezingen niet onbetuigd. Maar hij heeft weinig kans tegen vicepresident Bush. De voorsprong die Dukakis in het begin nog heeft, verdwijnt snel als Bush echt campagne begint te voeren. Het succes van Bush is niet te stuiten. Zelfs niet als hij Dan Quayle aanwijst als zijn tweede man. Die komt in opspraak, onder meer omdat hij zijn dienstplicht in Vietnam wist te ontlopen. Twee televisiedebatten tussen Bush en Dukakis doen de kiezer niet van mening veranderen. Bush wordt de nieuwe president. Een groots welkom voor baby René. Ruim 2 weken na zijn ontvoering uit het Merwede ziekenhuis in Dordrecht komt hij voor het eerst in zijn ouderlijk huis. De baby is nog maar een paar dagen oud als hij van de kraamafdeling wordt meegenomen. De politie vindt de dader, een 21-jarige vrouw. Ze heeft de pasgeborene zelfs al een andere naam gegeven. De ontvoerder wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. En na een medisch onderzoek kan René eindelijk met zijn ouders naar huis. De gezagsdragers komen in opstand met wilde acties. Het verzet richt zich tegen de lage beloning en de grote werkdruk. Een rapport over een grootscheepse verhuizing van agenten van het platteland naar de steden is de druppel die de emmer doet overlopen. Opvallend is dat niet de bondsbestuurders, maar de agenten het voortouw nemen. Er is een landelijke protestdag waaraan bijna iedere agent meedoet. De onderhandelingen met de 2 politieministers verlopen aanvankelijk stroef. Maar na ruggespraak met het kabinet komt er extra geld. Voor meer loon en ook voor meer agenten. De bonden stemmen in en de rust keert terug. De Bondsrepubliek en het Duitse oorlogsverleden. Nogmaals een spraakmakende affaire en nog wel in de Bondsdag. Daar houdt Bondsdagvoorzitter Jenninger een rede ter herdenking van de Kristallnacht. Het begin van de Jodenvervolging in 1938. Wat de Joden anging... Hadden sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt, so hieß es damals, die ihnen nicht zukam? Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen?
Hadden ze het niet vielleicht sogar verdiend in ihre Schranken gewiesen zu werden? Voordat Jenninger is uitgesproken, beginnen afgevaardigden ontzet de zaal te verlaten. Voorzitter Galinski van de Joodse gemeenschap in de Bondsrepubliek zit de rede wel uit. Bij het afscheid van Galinski dringt kennelijk pas tot Jenninger door wat hij heeft aangericht. De volgende dag al neemt hij ontslag. De burgemeestersaffaire. Na een schandaal met alcohol, een knokpartij en seks is de maat vol in Smallingerland. Burgemeester Smallenbroek verliest voorgoed het vertrouwen van de gemeenteraad. Er zijn al te veel conflicten geweest om nog te kunnen samenwerken. Tijdens een extra vergadering formuleert een van de raadsleden een motie van wantrouwen. Met een alcoholprobleem. De burgemeester laat zich niet van zijn stuk brengen. Ik ben door de kroon benoemd en ik ben niet afhankelijk van het vertrouwen van de raad, is zijn standpunt. Minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken concludeert na een onderzoek geen reden te zien om de burgemeester te schorsen. Maar de gemeenteraad blijft dwars liggen en dient een omvangrijke klachtenlijst in bij de minister. Die praat op zijn beurt nog een keer met Smallenbroek. Uiteindelijk zal de burgemeester zijn ambtsketen afleggen. Ze hebben wel die Zeeuwse vissers van het jaar erg hard aangepakt. Nou ja, dus dan breekt die spanning niet en dat dan de vis in beslag willen nemen. Nou, ja, bij een gegeven moment zou je zo die man een klap geven, wie het ook is. Ik doe niemand wat tekort hoor. Maar als je nou minister Brax, dus de minister van Landbouw en Visserij, wat weet die man nu van de visserij af? Hoe moet dat nu straks hier in de visserij in de Zuid, als het op zo'n manier moeilijk gemaakt wordt? Je bootje wordt steeds groter en groter, het wordt moderner, je kan meer mensen in dienst nemen. Dat betekent een stukje welvarendheid voor de hele gemeenschap. Arnemuiden, van oudsher een hechte gelovige vissersgemeenschap. Al jaren heeft het stadje geen eigen vissershaven meer. De vloot is aangewezen op Vlissingen. En daar is het afgelopen jaar veel tumult geweest rond de illegale aanlanding van vis. Gesjoemeld wordt er al sinds de vangstbeperking in 1974 is ingesteld. Er gaan miljoenen om in het grijze circuit. Maar nog nooit hebben de vissers hun illegale handel met zoveel geweld verdedigd. Een kwart van de bijna 5000 inwoners van Arnemuiden leeft van de visserij. Zeker het dubbele aantal heeft er binding mee. En de vis, verboden of niet, heeft de gemeenschap bepaald geen windeieren gelegd. Dat is prima. Het is alleen maar goed voor ons allen. Voor de mensen zelf, omdat ze veel verdienen, behoorlijk verdienen. Wel, nogmaals, ik wil het benadrukken en onderstrepen. We moeten er keihard voor werken. Is goed voor ons als gemeentebestuur, omdat je natuurlijk dan toch grond kunt verkopen, om maar iets te noemen. Is goed voor de middenstand, omdat daar natuurlijk toch ook die mensen hun inkopen doen voor een groot gedeelte, een belangrijk gedeelte in de gemeente zelf. Nieuwe winkeltjes zijn erbij gekomen de laatste jaren. De garagebedrijven die profiteren direct ervan. Dus. En ik denk dat de winkels uitermate ook wat vernieuwingen aangebracht hebben hier en daar. Ook intern, ook extern. Ik denk dat dat een goede zaak is. Langzamerhand gaan we naar de Muiden ook een goede kant op. Niet verwonderlijk dus dat ondanks alles de meeste Arnhemuidenaren achter de vissers staan. Doorsnee Arnhemuidenaar die zegt van nou, moet luisteren, we hebben altijd geleefd van de visserij. Het is altijd een heel belangrijk punt geweest. Wij hopen en wij willen dat het doorgaat. Onder druk van de Europese gemeenschap en de Tweede Kamer is dit jaar voor het eerst echt sprake van serieuze controle. In Zeeland was de inspectie nog nooit beneden deks geweest. De vissers organiseren hun verzet. Dan kom je binnen en dan willen ze je vis in beslag nemen. Daar je een hele week op je benen voor staan en daar je hard voor gewerkt hebt. En als je dan lekker goed te vangen hebt, je die vis beneden staan die eigenlijk volgens de wet niet aan mag voeren. En je komt er binnen en zegt, hier is een nieuwe idee voor. Dan kan die spanning wel eens, dan ben je niet eens een ander mens. De forse korting op de kabeljauwvangst, dit jaar ingevoerd, treft de Zeeuwen het hardst in hun vissersziel en in hun portemonnee. Ging anders gemiddeld per schip zo'n 100.000 kilo kabeljauw per jaar, de voorgaande jaren. En nu worden we ineens op 5 kies per week, dat is ongeveer 7% van degene dat we voorheen vangen. Nou, dat kan toch niet? De Zeeuwen hebben al jaren meer kabeljauw aan land gebracht dan bijvoorbeeld hun collega's in het noorden van het land. Simpelweg omdat in hun zuidelijk visgebied meer van die rondvis zit. Jagen ze daar op schol en tong, dan krijgen ze automatisch veel kabeljauw in hun netten. Ze hebben altijd de afgelopen jaren de kabeljauw mogen vangen, gewoon. Het is niet om te zijn me vragen wat er aan mijn gerechten zijn.
Maar men jaren altijd een bivangst had van, nou ja, 20-25% bivangst als schabeljauw is gewoon normaal. Van leegroverij van de zee, de reden waarom de vangstbeperking is ingesteld, willen de vissers niet horen. Schepen zijn steeds beter uitgerust om de onderste vis naar boven te halen. En zolang de netten vol zitten, is er voor de vissers geen vuiltje aan de lucht. Volgens de voorschriften moet te veel gevangen vis overboord. Waanzin, vindt de 86-jarige Arne Muidenaar Sierenveld, visser van huis uit. Meer dan 40 jaar komt hij op voor de visserij. Ja, maar dat moet je goed indenken als je visser in hart en nieren bent, hoor. Dus je heeft die vis gevangen en ze bent toch dood. Als ze nog levend waren, zou je zeggen, nou, hoor weg. Dan kun je ze nog voortelen, maar ze zijn hartstikke dood. Allerlei argumenten gebruiken de vissers om het illegaal aanlanden goed te praten. Maar justitie gaat door met het opleggen van boetes. Maar ook bij een misdader zo en ook een maffiabazen. Gewoon, eerlijke vissers. Eerlijke vissers. Eerlijke en de vissers. Mogen ze het strafrecht heus nog wel ja, aantrekken, hoor. Maar bij de echte, bij degene die het dan echt, ja, hoe moet je zeggen, de wet overtreedt. Maar voor ons gevoel, ons overtreden de wet niet. Nou, wij dan slaagstaken mee, ik wil dat helemaal niet goed praten. Dat is nou helemaal zo. En ik heb altijd gezegd, en dat zei ik nog, en dat zeggen nog velen, je moet het in de vistijdverkorting zoeken. Maar niet in de quotering. Je moet een visser vrij laten wat op hem vangt. Een visser is een egoïst. Hoe meer, hoe beter. Wat vangt betreft. En als je zo niet bent, ben je ook geen goede visser. Ga dan meer. Men vist op groep van zeeën. Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ik noem een visser een egoïst. Een van de ergste natuurrampen van de afgelopen jaren treft de Sovjetrepubliek Armenië. De klok is stil blijven staan op het moment dat huizen, scholen en fabrieken in één klap veranderden in puinhopen. Een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter veroorzaakt enorme verwoestingen en tienduizenden slachtoffers. Onmiddellijk begint het zoeken naar overlevenden onder het puin. Radeloze mensen lopen door de straten waar familieleden bedolven zijn door instortende gebouwen. De stad Spitak wordt helemaal met de grond gelijk gemaakt. Andere steden worden gedeeltelijk verwoest. De verslagenheid is groot. Verbijsterd wordt er gewacht tot er hulp komt. Om onder het puin te zoeken. Naar slachtoffers. Of wie weet misschien nog overlevenden. Het leger wordt ingezet voor een grootscheepse hulpoperatie. Medische teams worden overgevlogen naar het getroffen gebied. Dekens, tenten en voedsel worden aangevoerd. Tot overmaat van ramp verongelukken kort na de aardbeving ook nog 2 vliegtuigen die naar het gebied waren gekomen om te helpen. Nederlandse hulpverleners zijn ook actief om met reddingshonden te zoeken naar overlevenden onder het puin. In 10 dagen weten ze 2 mensen levend te vinden. Verder konden ze van honderden slachtoffers de plek bepalen waar ze waren bedolven. Nelson Mandela hoeft van het bewind in Zuid-Afrika niet meer in een cel te zitten. De 70-jarige zwarte leider, die leidt aan tuberculose, wordt van de gevangenis overgeplaatst naar een woning. Maar dat huis ligt op het terrein van een gevangenis, wordt permanent bewaakt en is omgeven door prikkeldraadversperringen. Hij kan er wel onbeperkt bezoek ontvangen van zijn vrouw Winnie Mandela. Eerder in het jaar had het apartheidsregime gratie verleend aan de 6 van Sharpeville. De 6 worden niet geëxecuteerd, maar ze krijgen wel lange gevangenisstraffen. Intussen wordt vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over Namibië. Er komt een regeling. Zuid-Afrika en Cuba trekken zich terug uit Angola. En Namibië zal onafhankelijk worden. Ook in Nederland blijft het verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika actief. Vooral benzinestations van Shell zijn het doelwit. In Israël is een nieuwe regering van nationale eenheid gevormd. Net als de vorige bestaat hij uit het Likud-blok van Shamir en de Arbeiderspartij van Peres. De twee leiders hebben er 7 weken voor nodig gehad om het eens te worden over een regeringsprogramma. Na de verkiezingen in november zag het er even naar uit dat Likud een regering zou vormen met de kleine rechtse en religieuze partijen.
In de nieuwe regering wordt Shamir premier en Peres minister van Financiën. Een vuurzee in het Schotse stadje Lockerbie als brokstukken van een jumbojet van Pan American daar neerkomen. Het toestel is in de lucht geëxplodeerd op weg van Londen naar New York. Alle 258 inzittenden van het toestel komen om. Ook vele doden in het stadje Lockerbie, waar neervallende brokstukken tot ver in de omtrek auto's in vlam zetten. Een grote krater wordt de volgende morgen bij daglicht zichtbaar en ook een rij verwoeste huizen. De cockpit komt 4,5 kilometer voor Lockerbie terecht. Daarom hebben luchtvaartdeskundigen al direct het vermoeden dat er sprake is van sabotage. Een vliegramp die aan het eind komt van een jaar dat getekend wordt door ongelukken en catastrofes. Dat is het beeld van de afgelopen 12 maanden. Het rampenjaar 1988.